leg jij uit aan mensen die vragen wat jij doet? Gewoon aan een random iemand, toch? Wat leg jij uit aan diegene wat jij maakt? Ik zeg altijd gewoon dat het een crossover is tussen hip-hop en elektronische muziek. Is het dan duidelijk voor die mensen? Nee, maar het is, weet je, het vertelt iets. Het vertelt iets. En ja, weet je, ik kan daar heel diep op ingaan, maar dan ben ik een half uur bezig met een soort van beeld te creëren. En dan kan ik beter zeggen van ja, ga maar gewoon luisteren en dan hoor je het vanzelf. Maar hoe begon je dan? Fruity Loops downloaden, Pirate Bay en dan een beetje YouTube tutorials kijken van hoe je een beetje beats moet maken. En dan op een gegeven moment had ik een soort van track gemaakt en toen dacht ik van nee joh, sick. Volgens mij moet het dus zo. Als ik moet denken uit een soort random iemands positie, denk ik hip-hop, rapper. Toch? Dat is al één ding wat dus niet zo is. Wat is dan de overweging om niet een rapper op je shit te gooien? Ik denk gewoon omdat ik... ik weet niet. Ik luister sowieso altijd eerst naar de beat. Want je favoriete rapper is Gucci Mane. Ja. Alle tijden. Ja. Ja, op dit moment wel. Dus jij luistert gewoon Gucci Mane mixtapes? Ja. Dagelijks? Ik ga ze allemaal langs, hoor. als ik naar een rapper luister, het gaat sowieso om flow. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat hij zegt. Ja. Maar gewoon als het lekker klinkt, weet je, dan is dat gewoon zo. Klinkt misschien, Dom. Maar ik weet niet, maar het is wel, ik weet niet, zo luister ik naar muziek. Ik luister maar dat heb ik sowieso bij, als ik met producers praat, is dat 9 van de 10 keer wat zij zeggen dat het belangrijkste is. Ik wil voor mezelf gewoon muziek maken en wat belangrijk is met muziek voor mij is gewoon dat ik, ik moet er gewoon, je moet er gewoon wat bij voelen.